heel en heel veel. In de eerste plaats de keuze van de taal zelf. Soms geven we een taal één naam, maar de taalgebruiker heeft daarin de keuze tussen regionale varianten, dus de streek waar die taal gesproken wordt, sociale varianten, de elite, de Abergrotti en de standen, die praten verschillen. Varianten die samenhangen met de leeftijd van de persoon. Een ouder persoon praat nu eenmaal anders dan een jongere. En de veranderingen in zijn taal verraden dan tegelijkertijd de taalgeschiedenis. En je hebt natuurlijk ook nog jouw persoonlijke variant. Die regionale varianten, die kunnen soms zo verschillen dat men ze als aparte talen gaat beschouwen. Maar meestal speelt politiek, of spelen politiek en nationalisme een rol bij de indeling in afzonderlijke talen van wat eigenlijk regionale varianten zijn. Bijvoorbeeld het Noors, het Deens en het Zweeds. Het is in feite in onze ogen één taal. Maar ga niet naar een Noor, een Zweed en een Deen en zeg jullie praten alle drie één taal. Zelfs in Noorwegen heb je dat het probleem nog dat men daar twee in onze ogen varianten beschouwt als twee afzonderlijke talen. In het Hindi en het Urdu, in onze ogen varianten, variëteiten van één taal, maar Pakistan heeft een ander schriftsoort gekozen om die taal te schrijven en India heeft een ander schriftsoort om die taal te schrijven. Het Urdu met Arabisch-Persisch schrift en het Hindi met Devanagari schrift. En bovendien, als ze woorden nodig hebben, gaat het Urdu meer de richting van het Arabisch en het Persisch om nieuwe woorden te zoeken. En het Hindi meer de richting van het Sanskriet. Zo probeert men die talen uit elkaar te houden. En in Suriname, het Nederlands wat ik nu praat, het Surinaams Nederlands en het Europese Nederlands, is één taal en twee talen. Er zijn mensen die reeds nu zeggen, het zijn twee talen, alleen is het Surinaams-Nederlands nog niet gestandaardiseerd. We hebben nog geen dikke debies, in plaats van een dikke vandalen of dat soort boeken om ons autoritaire rekens te geven. De Suriname leeft dus in een meertalige gemeenschap. Omdat er ook talen die helemaal niet aan elkaar verwant zijn, hier worden gesproken. Helemaal niet aan elkaar verwant, ik weet het niet, want het Alkaans en het Suriname zijn redelijk onderling verstaanbaar, maar ik weet niet of Brunswijk mij het in dank zal afnemen als ik zeg, jouw taal is maar een variant van het Suriname. Die Surinamer kan zelf ook meertalig zijn. Actief, dus dat hij verschillende talen praat, of passief, dat hij ze verstaat. In ieder geval is er voor hem de keuze tussen de verschillende talen. Binnen die talen is er ook nog keuzemogelijkheid tussen de verschillende genoemde varianten. En die Surinaamse schrijver kan ook taalkeuzes maken uit oude, min of meer verouderde taal. Die hij kent uit liederen, vooral kerkliederen, uit Oddo en uit uitdrukkingen. Ik heb hier tussen haakjes geschreven ter vergelijking Elise Juliana van Curaçao, Louise Bennett van Jamaica, en Edward Bradwick van Barbados, maar ik kon ook Edgar Mittelholzer en verschillende andere Caribische schrijvers aanhalen, die heel verfijnd, gewiekst, slim overschakelen van
Raak je die standaard Engels naar Creools Engels of zelfs naar Basilectisch Engels. Juliana Curaçao, die gaat opzettelijk in Tambu en in die Guinea-liederen woorden zoeken om ze tot nieuw leven te brengen in zijn gedichten. En Bradford kennen we van zijn codewisseling tussen het standaard Engels en het Creools Engels. Maar het luistert heel nauw. Het is niet zomaar ineens een codewisseling die de reis zeer verantwoordt. En dan zeg ik, het een en ander bij het zulke soort codewisseling en bij het gebruik van oude woorden, van oude oddos en uitdrukkingen, vereist studie en onderzoek. Ik keer terug even naar Tolstoj. Toen Tolstoj Oorlog en Vrede schreef, was 60, het gaat over Oorlog en Vrede van Napoleons tijd, en hij schreef 60 jaar later. Maar om het gevoel van oorlog in zijn boek goed te laten doorkomen, is hij herhaaldelijk mensen gaan interviewen die de recente Krimoorlog hadden meegemaakt, waar Florence Nightingale van bekend is. Alleen om precies dat gevoel van wat oorlog eigenlijk is, de ellende, in zijn boek te kunnen weergeven. In het dagelijkse Surinaamse taalverkeer hoor je de verschillende talen. Er worden keuzes gemaakt uit varianten. Er wordt overgegaan van de ene taal of taalvariant naar de andere, de zogenaamde codewisseling. Ik geloof niet dat wij ons ervan bewust zijn dat we soms, wanneer we zo met elkaar praten, in meerdere talen tegelijk bezig zijn. Dat is de Surinaamse talenrealiteit. Daarin leeft de Surinaamse schrijver-dichter. En deze taalrealiteit levert hem, haar, de middelen om vrij, creatief en eerlijk bezig te zijn met zijn taal, om in taal authentiek uitdrukking te geven aan wat hem beroert. De taalkeuzes die hij maakt, hangen samen met de taalkleur die hij aan zijn product wenst te geven, hangen samen met de echtheid van zijn personages en hangen samen met zijn bedoelingen. En nu die Surinaamse taalrealiteit. Hoe ziet die naar mijn mening eruit? Ik loop een paar dingen met u langs. Ten eerste de tv, dus de Surinaamse tv die je 's avonds aanmaakt. Wat zie je en wat hoor je? Bijvoorbeeld, je ziet een Indiase film, meestal over een of ander stuk uit de Mahabharata of de Ramayana. Of een familiedrama, veel dans, zang ertussen. Welke taal? Is het Hindi? Is het Urdu? Soms met Engelse ondertiteling. En er zijn ook shows uit India te zien in het Hindi. En merkwaardig met veel Engelse woorden en zinnen er tussendoor, codewisseling Engels. We gaan ervan uit dat die tv uit India geliefd is, anders zou men het niet zo lang volhouden, en dat de kijkers op zijn minst een passieve beheersing hebben van wat op die tv vertoond wordt. Op een andere tv-zender zie je een programma onder de titel Lukudosu. Wat is de taal? Alkaans, Salamakaans of een mix van beide? Als je Suriname kent, kan je het een en ander wel een beetje volgen. Dan een ander tv-station. Een advertentie gebracht door komieken, door Surinaamse komieken. De taal, Suriname. Soms met Nederlands ertussen. Soms met Suriname
in de uitspraakvariant van een Hindoestaan, Chinees of Javaan. Het is grappig bedoeld, maar we kunnen het volgen. De nieuwsberichten op de tv, meestal in het Nederlands, dat wil zeggen de Surinaams-Nederlandse variëteit. Maar in de nieuwsuitzendingen die rechtstreeks uit Nederland komen, horen we de Noordzee-variëteit met alles erop en eraan wat bekend is van de Noordzee. Welke talen hoor je nog meer op de Surinaamse tv? Chinees. Op kanaal 45 en 47. Maar welke Chinese taal? Is het Mandarijn? Hakka? Kantonees? Ik weet het niet. Interessant is dat als je naar die films kijkt, zie je ondertiteling in Chinese karakters. Op kanaal 28 kan je ook films uit Indonesië bekijken. De taal, Bahasa, Javaans, ik weet het ook niet. En dan, zonder ondertiteling, een hele hoop tv in het Engels. Maar welk Engels? Brits-Engels hoor ik, Caraïbisch-Engels hoor ik ook, Amerikaans-Engels hoor ik ook, maar die Afrikaanse soaps zijn in het Nigeriaans-Engels. En dan sport. De verslaggeving van sport in het Spaans en in het Braziliaans-Portugees. Over meertaligheid gesproken, de Surinaamse tv biedt ons een hele hoop aan. De officiële mededelingen van de regering worden in de meeste van onze nationale talen gegeven. In de voorbereiding tot de verkiezingen van 25 mei 2010 was het heel interessant, vooral als je luisterde naar de nieuwe woorden die gebruikt werden in de talen, waar er geen woorden waren voor de bedoelde begrippen uit die verkiezing. Dat noemen we taalplanning. De overheid was bezig met taalplanning, maar het is een beetje onbewust gegaan. En dan de Surinaamse radiostations, die geven nog veel en veel meer te horen. De taalrealiteit van de tv en radio is gewoon vanzelfsprekend voor ons. We hebben er geen problemen mee. En toch moeten we ons erover verwonderen. En als je erover verwondert, dan pas ga je zien wat je wetenschappelijk mee kunt doen en wat je ook literair mee zou kunnen doen.